De toren vatte die nacht vlam om 1:30. 'S Morgens vroeg was de brandmeester en kon het nablussen beginnen. Dan zal dit een ochtendzonnetje zijn en ligt het oosten rechts. Deze straat moet zich ten zuiden van de toren bevinden. Nu we weten waar we moeten zoeken, ontdekken we op Street View al snel Cedar Road, op 5 minuten lopen van de Grenfell Tower. De hele nacht hebben de kinderen sirenes horen loeien, ook in hun straat. Voor ze naar school vertrekken, kijken ze waar het loeien voor was. Ze hebben dezelfde haarimplant, het zijn broer en zus. Broer houdt zijn telefoon rechtop. Hoe zus haar telefoon houdt, is moeilijk te zien. Zou broer zijn telefoon liggend houden, dan kreeg hij de toren samen met de brandweerwagens in 1 foto. Nu moet hij ze straks apart fotograferen. Dat kun je niet laten schieten. Een buitenkansje, je eigen straat vol rode brandweerauto's. Maar waarom staan ze niet bij de toren? Uit de wijde omtrek was die nacht al het beschikbare materieel uitgerukt. Brandweer, ambulance, dat parkeer je niet allemaal voor de deur. 200 brandweermannen begaven zich naar de plek des onheils. Meer dan 100 beklommen de trappen en wisten in de duisternis van de rook tientallen bewoners te redden. Een torenflat had de PR-afdeling van de Londense brandweer niet voor ogen toen ze de campagne Plan Your Escape Route lanceerde. Eerder een karakteristiek Engels straatje als Cedar Road. Rijtjeshuizen met een erker en een voortuintje. Als je bovenin een flat woont van 24 verdiepingen, wat valt er dan te plannen als de hens erin gaat? Zet je het jongetje een Victoriaans petje op, dan zou dit straatje met een beetje fantasie de set kunnen zijn van een Dickens-verfilming. Tot je op de Engelse versie van Funder kijkt. In Cedar Road is net zo'n pand te koop als waar de kinderen voor staan. Vraagprijs 2,65 miljoen pond. Oliver Twist zou in dit straatje worden weggejaagd. De flat op de achtergrond is meer zijn wereld.